Hallo kijkers van Ruim 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Saints Row 2. Vandaag gaan we verder met de vernietigde dingen missie. Waar we zoveel schade als mogelijk is moeten maken. Binnen een bepaalde tijd. De vorige keer faalden we deze level al. We zijn nu trouwens bezig met level 5. We faalden de vorige keer deze level. Dus dat betekent dat we nog maar 2 pogingen hebben om deze level te voltooien voordat ik de missie opgeef. Want anders duurt het echt veel te lang. In ieder geval. Even rustig. Het kan zijn, jongens, dat ik vandaag wat minder praat. Want ik heb een beetje hard gesport. Daarom ben ik ook een beetje vermoeid. Ik kan bijna niet buiten adem. Ik ben buiten adem. Maar ja. Ik wil toch even een aflevering voor jullie opnemen. Ook al zit ik dan toch. Ja. Met dat ik net heb gesport. Ik wil toch even een aflevering voor jullie opnemen. Dus ja. Dat gaan we dan ook even mooi doen. In ieder geval. Wij mogen gaan damage maken in de Mariana District. En wat doet daar een meneer boven op de weg. In ieder geval. Wij mogen damage gaan maken op de Mariana District. En daar kan je best wel veel damage maken. Vooral met een rocket launcher. Het was ons namelijk de vorige keer gelukt om in de Mariana District level 4 te gaan halen. Dus hopelijk lukt level 5 daar ook. Ik hoop het. En anders hebben we nog 1 kans om dat te halen. En anders, ja. Het is toch een zijmissie, dus we hoeven dat niet te halen. Dan geef ik het gewoon op. Anders duurt het echt te lang en zijn we alleen maar bij deze missie bezig. Dat vind ik ook niet leuk. Oké, en nu gaan we er zo even uitspringen. Oké. Rocket launcher erbij. Hoppakee. Hoppakee, meer damage. Meer damage. Meer damage. Meer damage. Meer damage. Kom op, sta even op. Meer damage. Hoppakee. Damage is goed. Damage is beter. Damage is geweldig. Hoppakee. Even kijken. We hebben nu in 2 minuten tijd 100.000. Nou, volgens mij doen we het net iets te langzaam dan, naar mijn mening. Want we hadden 5 minuten. En nu hebben we 600.000 nodig. Dus we doen het te langzaam. En niet verkeerd gaan denken, jongens. We doen het in ieder geval te langzaam dan. Bam. 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 Dat gaan we gewoon weer niet halen. Gewoon omdat ik het een beetje te langzaam doe. Hoppakee. Maar dit gaat ook bijna niet. Ik hoef weer zo'n helikopter, net als de vorige keer. Waar is die helikopter? Dat was de auto. Het gaat ons gewoon weer niet lukken. Wat ontploft daar? Oké. De helikopter down. En hoppakee. Opblaziehandel. Net als dit. Het is gewoon bijna niet mogelijk volgens mij. Om op 5 minuten tijd. Even de juiste bedrag te krijgen. Of je moet echt achter elkaar. Steeds dit krijgen. God, ik heb een helikopter boven me. Die me dood wil schieten. Oké. Nou, ik weet niet wat mij opblaast, maar. Even dit. En dit. Oké, waar is die helikopter? Daar. Mis. Ook mis. Kom op. Blaas even jullie zelf op als jullie niet erg vindt. Goed zo. Ik ga het gewoon niet halen. Ik haal nog niet eens de helft. Ga ik dood? Nee, dat helpt ook echt. Oké, nog 1 poging, jongens.
En dan geef ik het gewoon even op. Suburbs, de expansion district. Want echt, het is lastig dit. Dit is echt niet zo simpel als het lijkt. Het is best wel lastig. Wat doet die vrachtwagen daar? Oh god, het is een bord. Ik dacht dat het een echte vrachtwagen is. Goed bezig. Goed bezig alweer. Ik ben altijd echt goed bezig. Nee, gewoon niet. Een beetje rustgevend. Een beetje tegen iedereen die tegen elkaar botst. Een beetje leuke muziek erop. Leuke muziek erop. Kijk, dit is wel leuke muziek. Te mix. Dan laat ik even andere muziek zoeken. Nee. 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 Nou, laat die dan maar op. Anders, er is echt bijna niks op de radio. Qua leuke muziek. Ook niet eens echt leuke jaren 80 muziek. Bijna niks. Ik hoop dat jullie de radio goed kunnen horen. Want bij mij staat de radio wel heel erg zacht. Ja, wat jij zegt, gozer. Wat jij zegt. Helemaal met je eens. Oeh, we gaan de trein inhalen met dit busje. Oké, 3, 2, 1. Oh, de trein mag zich schamen. Dat we hem inhalen met een busje. Een busje gaat 3 keer zo langzaam. Normaal. Als een auto. Maar nee, we halen gewoon nu een trein. Met een busje. Een trein gaat normaal veel sneller dan een auto. Nou ja, ik weet niet of dat soort treintjes sneller gaan dan een auto. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Hier dan. Hoppakee. Dat is meteen al een paar duizend. Oké, en nu die paar minuten nog goed maken. Dat komt wel goed. Bam. 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 Auw. 3000 standaard car. Hoppakee, dat is geen standaard car. Dat ook niet. Ja, shoot to kill. Shoot to blow up. Oh, daar, daar. Dat zijn mooie auto's. Boom. Boom. Oké, nou. Succes met je wagen. Waarom blaast dit mij gewoon omver? Dat is niet de bedoeling. God, volgens mij een helikopter, hè? Oh god, is dit? Dan dit nog even opblazen. Kijk, dit gaat goed. Dit gaat de goede kant op. Oh, mooi. Maar dit gaat de goede kant op. Hoppakee. Dit gaat echt de goede kant op. Als we nog een beetje... meer auto's zouden komen, zou het nog beter zijn. Daar staat een auto. Daar staat een auto. Oh, iedereen vlucht ondertussen trouwens ook nog. Dat is mooi. Opblazen die handel. En dit ook even opblazen. Dan zitten we op 200.000. Boom. En. Boom. En. Boom. Dit nog opblazen. Opblazen die handel, zei ik. En er zit nog een helikopter hier. Dit ook even opblazen. Waarom heeft deze 2 nodig? Oké. Kom op. Nee, dit doet hem dan niet. Oké, dat is een mooie opgeblazen. Nee, dat halen we gewoon niet. Of er komt te veel politie achter je aan. Of, ja, je gaat er gewoon... er komen te weinig auto's op een gegeven moment. En daar heb ik niks aan.
Ik heb niks aan dat er geen auto's komen. Als ik het wil halen, moeten er echt continu auto's komen. Maar ja, vergeet het maar. Dat gebeurt niet. Ja, we falen onze laatste poging, hoor. Als we het maar levend overleven, dan vind ik het tenminste mooi. Oeh, ziek shot. Auw. Opblazen die handel. En daar nog. En daar nog. En daar nog. Kijk, die politiemensen die gaan wel dood dan. Maar het probleem is de rest niet. Qua auto's. En er komen ook echt veel te weinig auto's aan. Oh, er zit daar nog een helikopter. Tegen die boom aanschieten. Goed bezig. Nou, we hebben die helikopter geraakt. Ja, we zijn te langzaam. Exit activity. Zeker. Oh god. Ja, daar had ik nou weer net niet over nagedacht. Dat we dan hier terecht zouden komen. Laten we hier wegwezen. Holy damn. Er zit zo'n ding achter me aan. Dat is niet best. Hij zou dit tanks... Oeh, dit zijn tanks volgens mij. Dus geef er maar één mee. Zo. Geef maar mee. Dit is een stuk beter. Oké, doorrijden. Oké, waar is mijn... huis? Oh, rechtdoor. Holy damn. Deze auto kan misschien wel veel hebben. Maar heel veel van die raketten kan hij nou ook weer niet aan. Oh ja, door het hek heen. Ja, dat gaat ook. Oh, heeft hij kogelvrij glas of zo? Ga weg jij. Oh god. Oh shit. Hij gaat toch niet vastzitten, deze auto, hè? Want als we deze auto gewoon netjes... konden krijgen in mijn garage, zou ik er echt heel blij mee zijn. Een auto met een gun is altijd mooi namelijk. Oh god. Ik zie nog dat we worden opgeblazen voordat we bij mijn garage zijn. Oh god. Oh god. Oh, hier staat nog SWAT shot. Dat is handig. Dat ze hier nog neerzetten voor mijn, voor mijn huis. De beer. Zo heet hij. Oh god. Wie pusht mij steeds? Push me niet zo. Oké. Edit in grace. Mooi. En nu naar boven. Oké. Ik raak ze waarschijnlijk niet kwijt. Vol sterrenpolitie. Goed bezig. Maar ik zou misschien even zo'n helikopter kunnen meenemen. Oké, oppressor $600. Word je al niet betaald voor een nieuwe helikopter gerepareerd. Oké, please blaas mijn helikopter even niet op. Oké, wegwijzen hier. Ik neem aan dat het geen GTA is, dus dat ik die dingen niet kan doorzagen. Dus wegwijzen hier. Hoe komen wij hier weg? Oh god, die helikopter zit er ook echt heel gauw achter me aan. We moeten ergens naartoe. Waar is trouwens mijn andere huis? Daar. Laten we daar even naartoe gaan dan. En dan gaan we gewoon even uitspringen. En als we doodgaan, jammer dan. En als we het halen, mooi. Oh, ik zie trouwens even op de tijd zitten. Dus we springen zometeen naar beneden en dan vind ik het mooi om de afleiding af te gaan sluiten. Als dat levend overleven, dan ben ik bij. In ieder geval, jump. Oeh, zieke rondjes draaien. Oké, let's land zo meteen even. Holy damn. Waar is dat ding? Oh, daar.
Oh god, nou ja. Kijk eens, doe even een duimpje omhoog, help je mij. Kijk eens, doe even een duimpje omhoog, help je mij mee, help kanaal mij. Ondertussen word ik hier afgeschoten. Maar dat hoort zo. In ieder geval, kijk eens, doe even een duimpje omhoog, help je mij mee, help kanaal mij. Of niet als jullie nog niet zeggen, meneer. Dan gaan we de volgende keer weer verder met Saints Row 2. We zijn gelukkig nu alles kwijtgeraakt. Ja, dat doen we in ieder geval. En ja, dan valt er voor mij nog maar één ding te zeggen en dat is... Doei!